Ik ben er niet klaar voor. Ik hoop jullie wel. Welkom bij DLC van Outlast, aflevering 4. Op naar het intro. Okay, people, let's go to work. We moeten een uitweg vinden, want we moeten het gas moeten stoppen. Zodra we het gas hebben dichtgedraaid, moeten we deze deur in. En dan moeten we weer daar naar achter lopen, naar die kamer. Ik heb het een beetje gekeken op internet. Niet waar ik heen moet, maar wat ik moet doen. Dus ik weet wat ik moet doen. En ik weet dat hier een achterlijke kannibaal zit. En dat ik daar naar die deur moet, waar ik nu naartoe wijs. Met het rode licht. Daar gaan we dus nu naartoe. Oftewel, ik moet gaan rennen. Maar ik weet niet of die vent daar vandaan komt. Oh, daar komt hij vandaan! Oh, ik wist het niet! Oh, ik moet hem weglokken, oké. Okay. Fuck. Hey! Tragedy! Never mind it, never mind it, tragedy! Nee. Ik schrok. Maar... ik weet wel waar ik naartoe moet. Alleen het nadeel is dat die vent er vandaan komt waar ik naartoe moet. En dat is echt heel vervelend. Zit hij nou hier in de buurt? Zit hij serieus hier in de buurt? Meen dit? Waar is hij dan? Hij zit hier in de buurt, hè? Ja, daar moet ik naartoe, mensen. Daar moet ik zeker naartoe. Maar die vent komt elk moment. Kan die daar om de hoek komen? En dat rode licht... Oh, ik vind het niet leuk, mensen. Ik ga genieten van mijn gevulde koek. Heerlijk, gevulde koek moet je eten tijdens een horror game. Oké. Hij wil dat zo spelen. Oké. We gaan rennen. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ik moet niet naar het rode licht. Waar moet ik heen? Oh. Ik weet het niet meer. Vergeef me van je zondes. Oké, ik ga langzaam. Let op. Nee. Oké, nu gaan we niet stressen. Hij zit achter me, ik weet het. We gaan niet stressen. Dus we gaan denken aan pindanootjes met satésaus. Oh, wat lekker, damn. Ik wil pindanootjes met satésaus. Geef me nu pindanootjes met satésaus. Alsjeblieft, geef me nu. Geef me nu pindanootjes met satésaus. Ik zweer het, ik moet er verder komen. Waar zit die vent? Er zit nu achter me aan. Dreigementen. Ik voel het dreigement achter me. Ik voel iemand adem in mijn nek. En ik weet niet waar ik naartoe moet. Help me! Naar boven! Springen! Niks aan de hand. We dachten aan de pindanoten met pindasaus. Ik heb er nu spontaan trek in. Ik heb er echt trek in. Ik hoor hem nog steeds. En ik vind het niet leuk. Deur dicht. Geen gezeik meer. Oh shit, hé. Oké, hier zit het Rad van Fortuin. Het spel slaat op. Use your shortwave radio in the prison. Oh god, ik vertrouw. Holy fuck! Dit is pas een blue screen of death! Ik hoor die vent en ik vind het niet leuk. Waar moeten we heen? Moeten we hierheen? Ik durf het niet te doen, maar we moeten daar. Nee. Moeten we terug? Nee. Ik ga niet via dat stuk. Kunnen we niet hier een gat inslaan hier? Kunnen we hier niet van zeggen van we kunnen hier doorheen, weet je? Nee. Vincent, you're fucked. You're really fucked now. Want die dokter zit hier. Kom op. Oh, ja. La.
Dag meneer, die ligt hier. Ik ben niet bang voor die kannibaal meer. Hij kan dat tyfus krijgen. Ik ben boos. Ik ben serieus echt boos op hem. Dag meneer. Is dat een model? Hij ligt echt als een model hier. Van... Oh. Mooie man. Hij had ook hele mooie schoenen aan. Alles is vies. Alles zit onder het bloed. Behalve zijn mooie schoenen. Gepoetst en wel ligt hij hier. En gaan we hier naar binnen. Een trap. Oh, kunnen we terug? Oké, het zou heel oneerlijk zijn als we nu zo'n figuur tegenkomen. Dat je denkt van... Ja, daar moeten we voor wegrennen. We hebben al weggerennen. Geronnen. Raar woord, hè? We hebben weggeronnen. Voor die man. Is het weggerend? Nee, weggerend toch? Ik weet het niet, maar we zitten buiten. Oh shit, ik heb een hele nare ervaring met buiten. Ik heb echt een nare ervaring. Ik meen het serieus. Het is mistig, ik zie geen moer. Het is echt super mistig. Het enige wat ik hoor, zijn mijn eigen voetstapjes. En het is het vervelende... Wat heb ik veel spelfouten? Wat maak ik veel taalfouten in mijn commentaar richting jullie? Dat komt gewoon omdat ik helemaal... Ja, Outlast is echt gewoon een bizarre game. Dat vind ik serieus. En ja, het is wel een hele coole game, dat wel. Dat moet ik je wel eerlijk zeggen. Het is wel fantastisch gedaan. En het komt ook uit voor de nieuwe Next Gen natuurlijk. PlayStation 4 en Xbox One. En dat is ook heel vet. Ik ga deze achter me sluiten. Ik weet niet of dat verstandig is. Aangezien we... Oh, meneer de boom. Sorry. Ik was even geobsedeerd door die boom. En, ja, ik hoor wat. Ik hoor wat, jongens. Ik hoor een deur opengaan. Ik hoor een hekwerk, jongens. Ik hoor echt een hekwerk. Ik hoor echt serieus iets opengaan. Hallo? Ik zie daar een lichtje. Oh nee, dit is niet normaal. Oh my god, jongens. Wat is dit er achter me? Oh my god, wat was dat ineens achter me? Red iemand achter me aan, ik hoor het. Oh, het is dementie hier, gestoorde. Psychopaten, die willen mij opeten. Maar ik heb zoiets van, YOLO, bekijk het maar lekker, ik ga lekker door. Kunnen we ergens heen? Nee, loopt hij achter me aan? Ik zie het niet, want het is super mistig in die game. Hallo meneer? Hoi? Oeh. Moet ik hier weg? Gestoorde gek, deur dicht. Oké, niks zeggen. Gestoorde gek. Rustig blijven wachten hier. Ik heb thee. Rustig, thee maak je, kalmeert je. Thee en gevulde koek. Ik ga deze gevulde koek verder opeten. Hij is weg. Wat moest ik hier doen? Ik kon hier niks doen. Ik kan hier naar binnen. Ik kan deze stoel. Kan ik erop gaan staan? Ik kan zelfs ook niet. Ik kan niks, die telefoon niet beantwoorden. Ik kan niet huis bellen. Of hoe het gaat thuis. De situatie. Er is helemaal niks wat ik kan doen hier. Ik kan geen pijp pakken. Ik kan hem niet gebruiken als wapen. Om keihard te rammen tegen die achterlijke ramdebielen. Moet ik een beetje denken aan Condemned. Een hele oude game. Een oude horror game. Fantastische game overigens. En ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik zit hier vast. Daar zie ik nog meer mensen. Hij is aan het basketballen. Wow. Wat doet hij? Is dat... Met wat zit hij te basketballen? Een grote mooie bal. Godverdomme. Is het een hoofd? Oké. Apart.
Basketballen met een hoofd, oké. Okay. Moeten we terug naar die plek? Ik heb daar geen zin in. Ik wil daar echt niet heen. Waar moet ik heen? Het is een doolhof. Laat me naar binnen. Ik wil mee basketballen. Laat me een potje meedoen. Alsjeblieft. Het is... Oh, de tijd klikt ook. Het klokje tikt ook gewoon, hè? Het klokje tikt. Nou, ik denk dat we helemaal terug moeten, want dit loopt dood. Hier moeten we gewoon niet heen. Op naar... Hallo? Hallo meneer politieagent. Ja, ik vind het een beetje vervelend om te vragen. Ik weet ook dat u nu in een hele verkeerde positie ligt, maar wel heeft u een handje nodig. Nee, heeft u geen handje? Oh, hij slaapt. Sorry politieagent. Maar hier was het hek gebroken en ik dacht, ik zeg het even. Hij is rustig. Kunnen we hier... Slot. Oké, we gaan springen. Oi! Oh. Oi! Ik schrok niet van jouw schrik-effect. En weet je waarom? Omdat ik net naar rechts keek. Ja, ik keek net naar rechts. Ik zit vast. Ik kom... Ja, zo kom ik er wel. Hallo. Moet je naar beneden? Bedankt voor de hint trouwens om te laten schrikken, want dat geeft namelijk mij een gevoel van dat ik de goede kant op ga. Het is echt zo jeetje donker hier. Een trap. Trap van fortuin. Geen schrik-effect. Oké, mooi, dat scheelt. Saving. Oké, we zijn verder. Gelukkig geen kannibalen die mij proberen te vermoorden. En gelukkig maar van die achterlijke mensen. Die zijn tenminste niet zo heel erg. Die laten die wel schrikken. Die zijn psychopathisch, maar niet zo psychopathisch dat ze mensen opvreten en gedragen als een kannibaal. He looks nervous. I would like to kill him. Hou je mel. Hij ziet er nerveus uit. Ik wil hem vermoorden. Hou je mel. Je wil me niet vermoorden. Want ik ben namelijk niet eetbaar. Maar ja, zolang mensen dat niet weten. Opzouten dan. We zitten in een gevangenis. En ik vind het wel echt heel anders dan... Oh, hallo. Oh. Holy crap. Mijn hoofd is eraf. En dat leek me nog wel een aardige persoon om mee te theebabbelen, dingersen. Kan ik een theetje drinken? Oeh, is nog een beetje te warm. Oké, even tot rust komen. Oké, daar moeten we niet naartoe gaan. Dan weet ik dat tenminste. Of moeten we daar langs komen? Ik weet het niet. Hallo. Wat? Hij zit in zijn blote... Piemol. Hij zit in zijn blote piemol, ja. Dat hoef ik toch echt niet te zien, ja? Je bloot een piemol. Ja, ik moet er toch... Op een of andere manier moet ik er wel langskomen. Maar die gozer gaat me sowieso vermoorden. En daar ben ik niet blij mee. Oh shit. Komt hij nu naar mij toe? Hij komt naar mij toe, hè? Hallo? Waarom is die muziek zo achterlijk? Achterlijk! Hij wordt steeds harder. Nou, hier kan ik niet in.
Dus ik heb mezelf een beetje opgesloten hier. Ik kan geen kant uit. Ik moet echt naar die plek toe. Oké, weet je wat? Ze zijn niet zo heel eng, die mannetjes. Ze hebben alleen een kapmes. Nou, dat is gewoon vervelend. Want daar ben ik niet, zeg maar, tegen geschikt. Dat kan ik mijn lichaam niet tegen. Dat is gewoon vervelend. Fuck off. Zit je achter? Oeh! Holy fuck, waar moet ik heen? Oh, godverdamme, enge mensen. Oh man. Komen ze achter me aan? Ze kunnen toch geen trap lopen, of wel? Staan ze daar? Hallo? Het is zo mistig buiten, wat is dit? Zeg me niet dat ik terug moet. Zeg me niet dat ik terug moet. Mooi zo. Kunnen we hier halen? Een document. Hallo meneer document. En een telefoon. Ik kan nog steeds niet bellen naar huis. Hoe bij me gaat en met mijn moeder en zo. Nou. Dat maakt dus helemaal niks uit. Want ik kan op zich wel mezelf redden, hoop ik, uit deze DLC. En ik zit in toch een soort gevangenisachtig, hoor, deze setting. Het speelt zich af in een... Wat ook in deel 1 was ook... Godverdorie. Je vindt dat geen gezicht meer. En waarom weet niemand. Doei! Ik sluit mezelf op voordat er weer gasten komen. Een walkie-talkie. Kan ik die meenemen? Helaas niet. Ik klim echt ontzettend hoog. Ik weet niet wat we gaan doen. Maar ik ga het hierbij laten, mensen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef vooral een like voor deze angstaanjagende game. En dat ik hem durf te spelen. Voor jullie speciaal. En ik vind het zelf ook een hele toffe uitdaging. Tot de volgende keer. Laters.